Ja, Angelo, gefeliciteerd. Wie had dat nou verwacht? Wij, denk ik. We hebben ons een beetje aangepast, iets laten inzakken. En we speelden vandaag twee systemen. Ja. Twee systemen hebben we vandaag gespeeld. Dus de uitvoering was goed. Was perfect. Ik heb een half jaar gezien wat onverzettelijkheid heeft getoond. Ik heb mensen zien knokken voor wat ze waard waren. En dan heb je wie verder is individueel een goede ploeg. Maar die komen er eigenlijk dan niet aan. Zeker de eerste helft niet. Zeker. Teamprestatie krijgen we vandaag. Gewoon een 10. Ja. Want je kan wel zeggen, ja, wie is nou de man of the match? Maar ik denk dat heel half jaar één de man of the match is. Jawel, maar Jesse Lipsius heeft zich met twee doelpunten onderscheiden vandaag. Dus die is man of the match. Ja, want Jesse die heeft zich werkelijk helemaal leeg geknokt. Hè. Ik heb het in de uitzending nog gezegd. Wat heeft die jongen gelopen? Hij heeft vandaag heel veel gelopen. Dat is een kracht en soms laat hij het niet zien. En vandaag heeft hij het laten zien. En dan zie je gewoon dat hij dan gewoon een hele goede voetballer is. Ja. Hey, maar wat is er nou van de week gebeurd, joh? Want vorige week vloor je met 3-0 tegen DWO. Totale of D, zoals je op de site schreef. En dan moet je tegen nummer 2 Biver en dan win je met 3-1. Wat heb je van de week gedaan? Nou ja, we hebben het met z'n allen gedaan. We hebben gewoon goed getraind de dinsdag, donderdag. En zaterdag hadden we heel slecht gepresteerd. Alle 14 waren slecht. Ja, en de jongens hebben volgens mij gewoon zelf in de spiegel gekeken. En vandaag zeiden ze van oké, we hebben vorige week een wanprestatie geleverd. Dus we gaan vandaag het recht zetten. Ja, nou, dat hebben ze keurig gedaan. Misschien een beetje geflatteerd, want be fair, nou, de eerste helft hebben ze weinig kansen gehad. De tweede helft hebben ze wel wat kansen gehad. Goed keeperswerk van Robert, zou ik zeggen. Maar uiteindelijk trek je toch de overwinning terecht over de streep, denk ik. Ja, we wisten dat het moeilijk zouden worden. We weten in de tweede fase word je wat moeier. Ja. Aan de bal is makkelijker voetballen. Wij wat meer verdedigen, dan zie je dat het meer krachten kost. Ja. En soms moet je ook geluk hebben als je een keer een slippertje maakt dat de bal net niet erin gaat. Ja, en dan kan je de moed erin houden. Ja, maar voor hetzelfde schiet je er nog in, want er was nog een Bas Hazenbroek schoot op de paal volgens mij. We wisten dat we twee of drie mogelijkheden zouden krijgen in de tweede helft. En ja, kijk, en als je dan de vierde maakt, dan heb je ze helemaal zitten. Ja, en 3-1 is ook goed. Ja. 3 punten. Volgende week de Nieuwkoop. Volgende week naar Nieuwkoop. Dus dan, appeltjes schillen. Oranje-wit-blauw tegen oranje-wit-blauw. En we hebben thuis 3-0 verloren met 8 man. Dus Dat overkom je niet meer, denk ik, hè? Nee, je weet nooit in het voetbal. Dus je hoopt altijd met 11 man te eindigen. En als we vandaag, hoe je vandaag ons ziet spelen, als we volgende week dat ook kunnen opbrengen, ja, dan gaat Nieuwkoop ook eraan.